President Chandrika Prasad Santokhi heeft de functie van Chief Scout van de padvinderij aanvaard. Deze installatie volgde op zijn eerdere benoeming tot lid van de Boy Scout van Suriname op 6 maart in het presidentieel paleis in overeenstemming met de statuten van de padvindersorganisatie. De ererang van Chief Scout wordt traditioneel toegekend aan opeenvolgende presidenten van de Republiek Suriname. De Chief Scout is de beschermheer van de scouting in Suriname. Eerder zijn de presidenten Ferrier, Venetiaan en Bouterse allemaal Chief Scout geweest. Ook ons huidige staatshoofd, Santokhi, heeft het aanbod aanvaard en is op zaterdag 9 maart geïnstalleerd in het Nationaal Hoofdkwartier van de padvinderij, Wees Paraat, en werd daardoor de vierde Chief Scout van de organisatie. President Santokhi dankte de organisatie voor het vertrouwen in hem om deze eerbare functie te mogen bekleden. Zoals de president bij het hernieuwen van de belofte aangaf, verzekerde hij tijdens zijn toespraak zich daaraan te zullen houden en zijn uiterste best te zullen doen om de padvinderij positief uit te dragen. We leven in een wereld van uitdagingen, vooral de jeugd heeft met vele uitdagingen te kampen. Maar ik ben ervan overtuigd dat de padvinderij niet alleen in de wereld, maar voornamelijk in Suriname een grote bijdrage kan leveren om de jeugd te vormen. De rol van de padvinderij is onder meer een bijdrage te leveren in de persoonlijke en sociale ontwikkeling van jonge mensen in de wereld, waarin helaas waarden en normen vaak met de voeten worden getreden en begrippen als vrede, vriendschap, trouw en samenwerking zijn bijzonder belangrijk in de vorming van onze jeugd. Antwoord! Vraag, antwoord! Vier tellen vooraf! De president gaf verder aan de leden van de Boy Scout al beloofd te hebben om samen bij elkaar te komen om alle aspecten te bespreken en alle plannen op een rij te zetten voor het groter maken van de organisatie. Hij verzekerde ready te zijn om zijn schouders onder dit werk te zetten. Het staatshoofd wil grote prestaties neerzetten voor zowel de padvinderij als de samenleving. Samen met de padvinderij, prominenten uit de samenleving en andere organisaties. Maar tegelijkertijd is het bijzonder belangrijk om een beroep te blijven doen op deze prominente Surinamers die allemaal een keertje geïnstalleerd zijn als padvinder. En we kijken uit naar uw bijdrage. En de padvinderij zegt men, u bent nooit te oud om een bijdrage te leveren. En de jongeren kijken uit naar een bijdrage, naar een begeleiding. Nu is het de tijd dat we een bijdrage moeten leveren. En de padvindersorganisatie heeft u nodig. We zien de uitdagingen voor de jeugd, maar we zien ook de kansen voor onze jongeren. We kunnen niet aan de kantlijn blijven klagen en aangeven dat zaken verkeerd gaan. Maar we kunnen ervoor kiezen om onze schouders onder het werk te zetten. De president gelooft als nieuwe Chief Scout dat er een goede strategie ontwikkeld kan worden om gezamenlijk met andere organisaties te investeren in de padvindersorganisatie.